Het journaal Laat met Fatma Taspinar. Een heel goede avond, welkom. Het is een bijzonder droeve kerst geworden voor bewoners en familieleden van een woonzorgcentrum in Mol. Op enkele dagen tijd zijn er 18 bewoners overleden. Een zeer zware tol is dat. Begin deze maand kregen de bewoners bezoek van een hulpsint. Die werd de dag erna ziek en bleek besmet. Nadien ook 121 bewoners en 36 personeelsleden. Een zalige kerstmis, hè? Van heel de familie, van Stefan ook, hè? Want je staat daarbij, hè? Sonja van Balen komt haar moeder bezoeken. Sinds de uitbraak na het bezoek van de hulpsint kan dat enkel langs het raam. En is zij besmet met corona? Ja, bij de eerste testen was zij nog negatief, maar dat was op de vrijdag. En toen hebben ze terug vrij kort daarna al de mensen die negatief waren teruggetest. En toen was ze wel bij de positieve, dus het is bang afwachten nu. Ja. En hoe is het? Alles samen testen in hemelrijke 121 bewoners en 36 personeelsleden positief. 18 mensen zijn overleden en de anderen zijn ongerust. Ja, als er mensen in de weg vallen, dingen die niet opgevuld kan worden, hè, dat is wel... En dat is dan bijzonder als dan mensen zijn die buren bijna zijn. Ja, terecht veel ongerustheid bij de familieleden van de besmette bewoners. Er zijn ook veel vragen rond de uitbraak. Was het wel een goed idee om een hulpsint en twee pieten op bezoek te laten komen in coronatijden? Zeker nu uit onderzoek is gebleken dat bijna alle positief geteste bewoners in het woonzorgcentrum besmet zijn met dezelfde virusstam. Het is mogelijk dat de hulpsint de besmetter was, maar dat is helemaal niet zeker, zegt viroloog Mark van Ranst. Hij vindt het dan ook ongehoord dat de hulpsint wordt aangevallen. Er is natuurlijk een mogelijkheid dat ook de hulpsint, die daar als vrijwilliger werkte, dat die ook in dat woonzorgcentrum besmet is, samen met die andere mensen. De man was zeker wel een superverspreider in de zin dat hij heel veel viruspartikeltjes in zijn luchtwegen had, in de keel had. Dat zien we nog wel. En die mensen die gaan dan heel makkelijk, zonder dat ze dat zelf weten, heel makkelijk dat overdragen naar anderen. Het totale aantal COVID-overlijdens tot nu toe is vandaag over de 19.000 gegaan. Dat is een triest getal, maar nog belangrijker dan dat getal zijn de gezichten achter die cijfers. Onze collega Machteld Liber ging op zoek naar het verhaal achter de dodelijke slachtoffers. Op 14nieuws.be maakt ze een portret van 5 mensen die het virus niet overleefden. En diegenen die achterblijven ook, met veel verdriet, vaak zonder afscheid te nemen van hun geliefde. Zeker de moeite om te bekijken en bij stil te staan. Ondanks corona was er in verschillende woonzorgcentra wel een kerststemming, nu ja, in de mate van het mogelijke natuurlijk. Wij gingen langs in een rusthuis in Kortrijk, waar de maaltijden worden opgediend op de kamers. De bewoners mogen die maaltijd delen met 1 knuffelcontact. En wie een grote familie heeft, mag met de familie chatten via de computer. Heel dat familiegebeuren, dat anders allee, wel gebeurt, is er nu niet. We hebben contact via de chat. En dan maakt het wel een beetje goed dat ze, als we allemaal een keer haar cliëntkinders en haar achterkliëntkinders zien. Ja, en sommige mensen zijn gewoon nooit thuis geraakt voor kerst. Duizenden vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld, die nog altijd vastzitten aan de Britse havens. Nochtans varen er uitzonderlijk op kerstmis wel ferryboten tussen het Britse Dover en het Franse Calais. Maar de chauffeurs mogen pas oversteken als ze een negatieve coronatest op zak hebben. En dat proces verloopt erg moeizaam. De Belgische vrachtwagenchauffeur Chris Beukelaars testte vanochtend op de valreep negatief en is dolblij dat hij mag doorrijden naar Dover. Dit voelt enorm goed om terug te weten dat we onze vrijheid hebben teruggekregen. Of toch al zeker beperkt richting Dover. Ik ga even mijn camera iets anders zetten. Dan kan je ook kijken hoe lang deze file nog altijd is. Ze spreken hier dat er terug rond de 9500 vrachtwagens aanwezig zouden zijn. Die daar van de autosnelwegen zijn afgehaald. En naar hier afgeleid dan voor de COVID-test te ondergaan.
En dan iets helemaal anders. Een jongen van 9 die door zijn moeder was ontvoerd naar IS-gebied in Syrië, is terug in ons land. De jongen zat een tijd met zijn moeder in een Koerdisch gevangenenkamp. Ze weigerde altijd om hem terug naar zijn vader te laten gaan in ons land. Maar na onderhandelingen tussen België en de Koerden heeft ze het nu toch toegestaan. Child Focus heeft nog weet van in totaal 5 kinderen die door een ouder ontvoerd zijn naar Syrië. Begin deze maand bezoekt de directeur van Child Focus een kamp in Syrië. Ze ontmoet er de moeder die haar zoontje meenam naar het kalifaat. Hij was toen 3, intussen is hij 9. Il est trop grand pour être ici, c'est pas possible. J'ai mon fils de 9 ans qui déprime. C'est pas possible, c'est invivable pour moi. Je sais qu'il ira, il a son père et je sais qu'il sera très bien chez son père. De jongen heeft ook een boodschap voor zijn vader. Que je l'aime et j'essaye de venir, mais j'arrive pas. Ouais, mais là on va essayer, hein. OK. Enkele dagen later, terug in België, ziet de vader de beelden van zijn zoon. Hij heeft altijd al een lange juridische strijd aangegaan om zijn zoontje terug te krijgen. Quand je vois le petit comme ça, je suis content parce qu'il s'exprime bien et il garde une certaine innocence comme ça, son petit regard un peu libre, un peu rêveur. C'est ce que moi j'ai toujours souhaité, qui m'a fait rester fort, c'est de me dire que je dois être fort pour lui. Parce que lui, il subit des choses qu'il n'a pas demandé. Bye bye. Intussen is de jongen in België. 23 Belgische vrouwen die getrouwd zijn met een jihadist en een 60-tal kinderen zitten nog vast in Syrische kampen. Onze overheid laat de terugkeer van sommigen toe, maar niet die van volwassenen. If there is a theme to my message today, it is trust. Trust in what is genuine and what is not. De Britse koningin Elisabeth heeft in haar kerstboodschap op de Britse omroep BBC haar dank uitgesproken voor de hulpverleners en de vrijwilligers die mensen in nood helpen. Maar opmerkelijker was haar tv-boodschap op de commerciële zender Channel 4. Daarin deed ze onder meer een dansje. Alleen, het was fake news. En dat werd heel bewust gedaan als waarschuwing. Het filmpje op Channel 4 begint heel statig, net als de traditionele toespraak op de BBC. Maar al gauw voel je dat er toch iets bijzonders aan de hand is. For nearly 70 years, I have kept a tradition of speaking to you at Christmas. But on the BBC, I haven't always been able to speak plainly and from the heart. En precies dat wil de Queen in deze toespraak wel doen. One thing that has sustained many of us is our families, which is why I was so saddened by the departure of Harry and Meghan. There are few things more hurtful than someone telling you they prefer the company of Canadians. En zo wordt het alsmaar hilarischer, tot de Britse koningin toegeeft dat ook zij de jongeren-app TikTok heeft ontdekt en bereid is daar een dansje voor te doen. You'll have to move that camera back. Op het einde van het filmpje komt de aap uit de mouw. Channel 4 heeft alles met een technische trucendoos vervalst. Met als journalistieke boodschap, geloof niet alles, blijf kritisch bij wat je ziet en hoort. Is dat oké? Kan ik een cup of tea now? Ja, ik sta hier wel degelijk echt. De traditionele kerstboodschap van de paus in Rome was niet fake, maar wel anders dan anders. Normaal spreekt de paus van op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek, maar dit keer sprak hij vanuit een van de zalen van het Vaticaan. Hij wilde vermijden dat er een grote massa zou toestromen aan het balkon om hem te zien. De paus stond stil bij de pandemie en noemde de vaccins die er nu zijn een lichtpuntje. Maar die vaccins moeten beschikbaar zijn voor de hele wereld, voegde hij toe. Perché queste luci possano illuminare e portare speranza al mondo intero, devono stare a disposizione di tutti. Non possiamo lasciare che i nazionalismi chiusi ci impediscano di vivere come la vera famiglia umana che siamo. De Amerikaanse stad Nashville is opgeschrikt door een zware ontploffing. Er zijn gelukkig maar 3 lichtgewonden, maar er is wel veel materiële schade. De burgemeester van Nashville zegt dat het een bom was. De FBI onderzoekt het incident nog.
Het was rond 6:30 lokale tijd toen de bewoners van het centrum van de stad Nashville een zware explosie hoorden. Toen ze gingen kijken, zagen ze een enorme ravage. Oh my gosh. De politie was gebeld om naar een verdacht voertuig te komen kijken, een mobile home. De agenten kwamen ter plaatse en riepen meteen versterking op van een gespecialiseerd ontmijningsteam. Maar die kwamen te laat. The RV exploded at 6:30 this morning. We do believe this to have been an intentional act. Maar als bij wonder raakten slechts 3 mensen licht gewond. Iets wat de burgemeester van Nashville te toevallig vindt. I do think it was clearly done when nobody was going to be around. Why do you think that would be? We'll wait for the investigators in the courts. Was dit een aanslag, een mislukte aanslag of toch een ongeval? De FBI onderzoekt het en president Trump is op de hoogte gebracht. Maar het heeft wel de schijn van een bomaanslag. It looks like a bomb went off. In de marge van het sportnieuws hebben we een nieuw woord voor u. Niet knuffelcontact, maar knuffelboete. En ook al zit er knuffel in het woord, het is niet om blij van te worden. Voetballers die elkaar in de armen vallen na een overwinning riskeren voortaan tot €750 boete. Clubs zelfs tot €10.000. Maar zal die knuffelboete de spelers afschrikken? Wij vroegen het aan enkele hoofdrolspelers. Dit beeld gaan we vanaf morgen op onze voetbalvelden normaal gezien niet meer te zien krijgen. Of misschien wel nog, maar dan staan er dus fikse boetes tegenover. Niemand wil natuurlijk die €750 gaan betalen omdat je een goal hebt gemaakt en dat hebt gevierd. Het is een beetje abnormaal, maar we zullen het toch zo moeten doen. Niemand mag elkaar aanraken en dan snap ik wel dat dat op veel weerstand botst als je daar een groep voetballers ziet op elkaar hangen. Ook Vincent Kompany, de trainer van Anderlecht, begrijpt de maatregelen, al is emotie moeilijk te voorspellen. Of het een doelpunt is in de eerste minuut of in de laatste minuut, maakt een groot verschil uit. Maar als we elkaar ondersteunen om toch die maatregelen te volgen, dan ben ik zeker dat te doen is. Stel nu dat jij scoort, wat ga je dan doen? Van iedereen weglopen, hè? Want anders hang ik er misschien mee. Ja. Het zal heel raar zijn. We weten niet hoe we dan moeten reageren. Ik denk dat we moeten nadenken over iets alternatief, iets ludiek misschien, waarmee dat de mensen dan ook nog een keer kunnen lachen. Gaan we dan een dansende Hannes van der Brugge zien? Of? Ik denk dat niemand dat wil zien. Ik denk dat het wel heel fijn is om met de familie zo een kerstwandeling te maken en om iets wat te genieten van de natuur en van de rust. En het is toch een coronaproeven manier om op die manier samen te zijn. Ja. Ja, en dan hadden we nog geluk dat het vandaag zo'n mooi weer was. Aangezien binnen kerstvieren niet mag, kozen veel mensen voor de buitenlucht met familie en vrienden en een stevige wandeling. En al bij al werden mensen daar blij van, ook al is het anders dan anders. We komen hier klinken op kerst. En ik ben de zus van mijn broer daar. Ja. En dat is mijn schoolzusje. Ja. Ja. En met de kinderen. De kinderen spelen in de bos. We hebben eigenlijk al zo lang geen contact meer gehad met elkaar. Allee, of toch niet in het echt zo. En dan dachten we van ja, we moeten toch wel iets zoeken om waar we afstand kunnen houden. Om toch even samen te zijn. Dan kunnen we het altijd zo doen, hè? Veel minder op keus in uw huis. Ik wil al de rest van de familie niet zien. Dat is veel toffer. Papa, ik heb hier nog 7 uur. Ja. Heel fijn. Ik had er mee voorbereid van alleen te zijn. En dat zou ik gegaan hebben. Maar ze wilden dat niet. En ja, ze waren in de meerderheid. Ik vond dat mijn vader niet alleen moest zitten met kerst. Dus we hebben toch samen iets gedaan. Dat is mijn mama. En dat zijn mijn 2 zussen. En dat zijn de kindjes van mijn zus, dus mijn nichtjes. Dat is ons kerstfeestje. Ja. Het is een goede oplossing eigenlijk. Hè. Als je niet binnen mocht vieren, is dat wel heel leuk van zo samen te komen in het bos. Hè. Eigenlijk eerlijk gezegd beter dan die 10-gangen menu van de andere jaren. Kijk, elk nadeel heeft zijn voordeel. Een pak minder kerstkilo's dit jaar. Morgen begint droog met opklaringen, later veel wolken en soms lichte regen. De temperaturen die klimmen niet hoger dan 8 graden.
En overal ter wereld is er vandaag kerstmis gevierd. En dus doken er overal ook kerstmannen op. In Florida, in de Verenigde Staten, doken ze met een surfplank in het water. In Kroatië peddelden ze voor het goede doel. In Moskou lieten ze zich met touwen langs de gevel van een kinderziekenhuis zakken. En in Colombia leek de kerstman dan weer verdacht veel op een hond. En zo maakten wij samen een rondje rond de wereld en sluiten we in kerststemming deze zeer bizarre dag af. Houd veilig tijdens de feestdagen en heel graag tot volgend jaar wat mij betreft. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.